Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond en werden in de haven schepen vernield.